Skyline nieuwjaarswensen. Nieuwjaarswensen. Onze cameraman en verslaggever trokken de regio door om bekend en onbekend Veghel Uden te vragen wat hun wensen en goede voornemen zijn voor 2011. Nieuwjaarswensen. Ja. Dag mensen, ik wil graag iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol 2011 toewensen. En voor Odilia Peel geldt, samen kunnen we er iets van maken. Laten we allemaal samenwerken. Gezondheid. Ik wens alle inwoners van Keldonk, de begunstigers van onze molen, de vrijwilligers en de bestuursleden met hun gezinnen, die steeds maar weer druk zijn met onze molen, te realiseren voor het dorp een heel gezond 2011. Voor mezelf en mijn gezin natuurlijk ook een goede gezondheid en ook geluk met mijn gezin. Ik wens iedereen alle goeds toe in het nieuwe jaar, maar vooral natuurlijk goede gezondheid in het jaar 2011. En ons goede voornemen als gemeente is dat we in 2011 u nog beter als burger willen bedienen en dat we echt voor u als inwoner van onze gemeente, als inwoner van Uden, klaar willen staan. Ik wens iedereen in Uden, alle grote en kleine mensen, een fantastisch 2011 toe. In het bijzonder alle culturele instellingen van Uden, alle scholen, leerkrachten en iedereen die iets met kunst en cultuur te maken heeft. En mijn goede voornemen voor 2011 is om ondanks de culturele kaalslag zoveel mogelijk kinderen en grote mensen te laten genieten van alles wat Uden op het gebied van kunst en cultuur te bieden heeft. En dat is een heleboel. Dus ik wens iedereen een fijn cultureel 2011 toe. Ik wil Sjeffel Stiphout de allerbeste wensen wensen. En we willen volgend jaar nog graag bij hem op de koffie komen. En waarom? Ja, omdat we goede vrienden zijn van Sjeff. Wij willen graag de beste wensen doen aan opa en aan oma. In Rossum en in Veghel en in Volkom. En voor alle kindjes op basisschool het Ven. Ik ben Max en ik wil mijn oma graag de groeten doen. De wensen doen in 2011. Omdat ze heel lief voor mij is. Ik ben Jaap Brouwer en ik wens voor 2011 mijn dochters Carla, Yvonne en Laura het allerbeste voor het nieuwe jaar. Hallo, ik ben Herma en ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2011. Ik ben Marcel van der Hurk en ik wil iedereen het allerbeste wensen en vooral een heel goed en gezond 2011. Hoi, ik ben Brenne Gevers. Ik wil graag heel mijn familie de beste wensen wensen. Al mijn vrienden en vriendinnen. Ik wil iedereen graag voor het volgend jaar heel veel goeds toewensen en heel veel geluk. Ik ben Marloes en ik wil graag mijn gezin de beste wensen geven. Omdat ze mij heel trouw zijn. Hallo, ik ben Gerry Gevers. En mijn nieuwjaarswens is dat ik alle mensen heel veel gezondheid wens. En ook heel veel goeds. En speciaal ons Peterkind.
die dit jaar iets vreselijks heeft meegemaakt samen met de vriend, die wil ik het aller beste wensen. Hi, ik ben Stephanie Reinders en ik wens iedereen een gelukkig 2011. Ik ben Dominique Burgzorg en mijn nieuwjaarwens is heel veel geluk voor heel Nederland. Ik ben Jeanette den Burger uit Veghel en ik wil iedereen in Uden en Veghel, iedereen die naar Skyline kijkt, een fijn 2011 toewensen en alles wat het hartje begeert. Beste inwoners van gemeente Uden, graag wil ik jullie allemaal heel veel gezondheid en geluk toewensen voor de 2011. En ook hele fijne feestdagen voor de komende tijd. Ik hoop dat het ons allemaal gaat lukken, juist in deze moeilijke tijden, om alle mensen van Uden de kans te geven om mee te doen en mee te tellen in onze mooie gemeente. Ik wens iedereen een mondelijk, maar ook vooral een gezond 2011 toe. En qua goede voornemens denk ik dat mijn voornemen is om dit jaar maar geen te maken. En oh ja, tot de 29e, tot Monsters of Marieheide. Doei! Namens mezelf en de Pul wens ik jullie allen een geweldig 2011. En ik hoop dan ook, ondanks alle ellende die er vanuit Den Haag in de cultuursector komt waaien, dat iedereen in 2011 blijft genieten van al die geweldige podiumactiviteiten. Natuurlijk in de Pul, maar ook op de rest van de Udense podia. Mijn goede voornemen is dan ook om te zorgen dat iedereen weer verrast wordt met een geweldig programma in 2011 en ik hoop nog vele jaren daarna. Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2011 en dat alle wensen die iedereen zich heeft voorgenomen in 2011, dat die mogen uitkomen. Voor mezelf geldt dat ik onlangs gestopt ben met roken en daar in 2011 graag in wil volharden. Ik heb een wens voor iedere mens, voor Jan en alle man. In 2011 in goede gezondheid, veel geluk als het even kan. En ik zelf, ik neem me ver, dat ik nog meer liedjes schrijf. Verdien hij vierde cd, zodat ik mooi aan het zingen blijf. La 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 ya la la la, la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. En een kei goeie 2011. Bladerend door de kranten van 2010, door de Stadskrant van 2010, zie ik dat er heel veel is gebeurd het afgelopen jaar. Ook in 2011 zal er ongetwijfeld weer veel nieuws te vergaren zijn. En hopen wij als Stadskrant Veghel het nieuws te brengen wat dicht bij de mensen staat. Nieuws van om de hoek. Ik wens iedereen een goed,
bruisend en hoopvol 2011 toe, maar bovenal veel gezondheid. En voor mezelf wens ik door te trekken wat ik in 2010 heb proberen te zoeken, en dat is balans. En dat is iets wat ik eigenlijk iedereen gun. Balans zoeken tussen je werk, privé en je vrije tijd. Een goed 2011. Skyline, nieuwjaarswensen.